Nicky, ik denk dat je je afscheidstournee als professioneel wegwielrenner niet beter had kunnen beginnen. We hebben het inderdaad heel erg goed ingezet. Ja, het is fantastisch om, om zoveel onderdelen te winnen op één avond en dan ook die punten te pakken natuurlijk. Super. Ja. En zo'n gele trui, dat geeft vleugels denk ik? Ja, ik hoop het wel. Het is natuurlijk ook wel, de rest ziet ook wel wie de leiders zijn. En we zullen redelijk aangevallen worden in de komende 5 dagen. Maar zoals nu doorgaan, gaat het de goede kant op. Juri, kan je na 1 dag al een beetje zeggen wie jullie belangrijkste concurrenten zullen zijn? Nou, als je simpelweg naar de stand kijkt, wel misschien. Dus de nummers 2 en 3, die rijden ook gewoon heel sterk. En ik denk misschien tot en met plek 7 staat het nog dicht genoeg bij elkaar. Er zijn in Rotterdam gekkere dingen gebeurd. Dus ik hou rekening met de allereerste 7 koppels. En nu de komende dagen, is het verdedigen of gaan jullie ook gewoon aanvallen? Nee, aanvallen is de beste verdediging, dat is simpel. Dus vooral zo door blijven gaan, onderdeel per onderdeel. En dan zien we het wel.